Onrust in Brabant na uitzending Zembla over megastallen. De beste en de slechtste speelplekken in Brabant. En kinderen krijgen workshop acteren. Dit is Brabant Vandaag van donderdag 24 maart. Dag dames en heren, een uitzending van Zembla afgelopen zaterdag over de uitbreiding van veehouderijen in Brabant heeft op diverse plekken veel teweeg gebracht. Naar aanleiding van het programma wil burgerinitiatief Megastallen Nee dat Provinciale Staten een diepgaand onderzoek instellen naar de manier waarop de reconstructie van veehouderijen op lokaal niveau is verlopen. Volgens Megastallen Nee zijn burgers in het hele reconstructieproces van veehouderijen niet of nauwelijks betrokken. Dat beeld werd in het programma Zembla afgelopen weekend nog eens benadrukt. Eigenlijk willen we dat de onderste steen boven komt. Want we hebben allemaal gemerkt in onze eigen gemeentes dat we steeds tegen onduidelijkheden, laat ik het even voorzichtig formuleren, opliepen. Via een provinciale enquête hoopt Megastallen Nee openheid van zaken te krijgen. Bijvoorbeeld over vermeende belangenverstrengeling van een ex-ambtenaar in Oorschot. Zij zou in haar functie bij de gemeente informatie hebben gelekt naar boeren, terwijl zij hen via haar eigen bureau advies geeft. Tenminste volgens ex-wethouder in Oorschot Ted van der Loo, die deze beschuldiging uitte in het programma Zembla. Iets wat burgemeester Ruud Severijns niet vindt kunnen. Dat is gewoon een algemeen uitgangspunt. Dat je als bestuurder verantwoordelijk bent voor je daden van je ambtenaren. En dan vind ik het niet passend dat een bestuurder die zelf verantwoordelijkheid heeft gedragen over het functioneren van die ambtenaar, of in ieder geval medeverantwoordelijk is, zeg maar, in het publiek dat debat aangaat. Volgens de ZLTO is de manier waarop Zembla zaken heeft belicht redelijk eenzijdig. Ja, het is eenzijdig naar de beleving die wij hebben meegemaakt. En daarom vragen wij ook dat onderzoek om te kunnen aantonen of dat echt die beleving ook echt realiteit is geweest. Ieder onderzoek dat licht kan werpen over de gang van zaken, daar juich ik alleen maar toe. Want daar zou dus ook wel eens uit kunnen komen dat de zwart-wit tekening die bijvoorbeeld in Zembla aan de orde komt wellicht ook genuanceerd gaat worden. Het gaat dan niet alleen om mogelijke belangenverstrengeling in Oorschot, maar ook over de rol van het lokale bestuur tijdens het reconstructieproces van veehouderijen. We hebben eigenlijk allemaal meegemaakt dat wij in onze gemeente niet waren geïnformeerd over de reconstructieplannen, over de aanwijzing van de landbouwontwikkelingsgebieden en over hoe wij daar eventueel nog bezwaren op zouden kunnen indienen. Dat hele verhaal is overgeslagen. Kijk, niet alle bezwaren die ooit zijn ingediend zijn allemaal gehonoreerd. Zo werkt het natuurlijk ook. Er is geprobeerd om een brede afweging te maken. En dat is natuurlijk altijd, heb je als gemeente, heb je als provincie. Je moet werken in het kader van het algemeen belang. En dat betekent niet dat er één belang dominant mag en kan zijn. Maar dat is volgens Megastallen Nee wel het geval. Zo zou de reconstructiecommissie eenzijdig vertegenwoordigd zijn. Dan zie je dat daar burgers sowieso niet in zitten en dat daar direct en indirect een hele grote vertegenwoordiging van de boeren zit. Nou, dat is gewoon niet waar. In die commissie is gewoon heel breed samengesteld. Dan zaten dus mensen, zowel op provinciaal, maar ook in de lokale reconstructiecommissies, zaten een heel breed scala aan mensen zaten daarin. Of en wanneer Provinciale Staten een onderzoek gaan instellen is nog niet bekend. De politie denkt dat de dode man die woensdagavond in een woning in Breda is aangetroffen door een misdrijf om het leven is gekomen. De man werd door een bekende gevonden op de bovenverdieping van het pand aan de Valveke. Donderdag heeft de politie onderzoek gedaan. De huurder van de flat aan de Arcadestraat in Helmond, die maandag door de politie is aangehouden in verband met de explosie eind november vorig jaar, mag van zijn straatgenoten niet terugkeren in het appartement. Er wordt ervan verdacht de explosie die schade bracht aan 16 woningen binnen het complex bewust te hebben veroorzaakt. De overige bewoners aan de Arcadestraat verzamelen nu handtekeningen die binnenkort worden overhandigd aan eigenaar van het pand Wocom. Volgens de initiatiefnemer van de handtekeningenactie hebben veel buurtbewoners schrik dat er weer iets gebeurt wanneer de man terugkomt. Kinderen spelen tegenwoordig nauwelijks nog buiten. Ze zitten alleen nog maar achter de computer. Klopt dat of is buitenspelen nog steeds populair onder kinderen? Vandaag en morgen aandacht voor de speelplekken in Brabant. Ruim driekwart van de kinderen tussen 6 en 12 jaar speelt wekelijks minstens 2 keer buiten. Of dat minder is dan vroeger is niet met zekerheid te zeggen. Exacte cijfers zijn er niet.
Een rondgang langs diverse speelplekken in Brabant leerde ons dat buitenspelen nog steeds erg populair is. Ik kom hier bijna elke dag. Net na school ga ik naar het voetbalveld dus. Ja. Ga je dan vaak naar de speeltuin, Rick? Eén keer per week. Eén keer per week? Ja, wat doe je dan? Waarom vind je dat leuk? Omdat ik heel veel vaak kan schommelen. Nou, we kunnen hier op onze kop gaan, terwijl we zitten. Je kunt over je kop gaan? Ik kan ook. Ja. Ga je nou vaak naar de speeltuin? Ja, soms wel, soms niet. Als ik uit school kom, dan gaan we wat eten, dan gaan we wat drinken. En daarna gaan we gelijk naar de speeltuin of naar het voetbalveld en zo. Hebben jullie nu als Jantje Beton het idee dat er tegenwoordig minder buiten gespeeld wordt? Dat kinderen eigenlijk veel meer achter hun computer zitten? Of valt dat eigenlijk wel mee? Hebben wij een verkeerd idee daarover? Nou, dat is een heel goed punt. Ik denk dat kinderen zelf ook aangeven dat ze gewoon het heel erg leuk vinden om ook achter de computer te zitten. En dus ook binnen te spelen. Daar is op zich niks mis mee. Ik zit zelf ook vaak genoeg achter mijn e-mail of iets anders op internet te doen. Alleen, het is gewoon heel erg gezond voor kinderen om buiten te spelen. Kinderen vinden hier hun vrienden, beweging, gezondheid. Het zijn allemaal aspecten die de buitenspelen van belang maken. Heb je nou het idee dat kinderen nog wel geregeld naar de speeltuin komen of blijven ze meer thuis zitten achter de computer? Ja, ze komen toch naar de speeltuin. Thuis ook veel naar de computer, maar de speeltuin blijft gewoon trekken voor de kinderen. Kinderen spelen ook graag in de natuur, in een zogeheten speelbos. Nee. Ja. Volgens mij ja. Nee. Want er komen nieuwe takken. Ga je nou vaak in het bos spelen? Staat er nog een? Ja, meestal wel. Ja. En wat doe je dan in het bos? Spelen, fietsen, hut bouwen. Staatsbosbeheer wil graag het aantal speelplekken in het bos uitbreiden, maar ziet zich ook geconfronteerd met bezuinigingen. En wat wij zo belangrijk vinden als Staatsbosbeheer is om de jeugd van tegenwoordig, de kinderen in alle leeftijden naar het bos te trekken en om ze kennis te laten maken met die natuur. En dit is een uitgelezen mogelijkheid ervoor. Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken. Morgen aandacht voor de ideale speelplek. Straks in deze uitzending. Kinderen krijgen acteerworkshop. Maar nu eerst opmerkelijk nieuws uit andere media in Koppensnelle. Dit keer met Erwin Veenstra. De burgemeester van Valkenswaard weigert aanwezig te zijn bij de officiële opening van de magische stad Ravelijn in de Efteling. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Volgens de Efteling hebben al 150 burgervaders zich aangemeld. In ruil voor hun aanwezigheid krijgen ze 100 vrijkaarten om aan de inwoners van hun gemeente het uit te delen. Maar Edeveen vindt de actie ongepast. 80% van de vrouwen draagt een verkeerde BH-maat. 5 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven die bedachten daar een oplossing voor. Een borstmeetlint. Dat is te zien op EDTV. Het is een breed lint waarmee vrouwen zelf kunnen meten wat hun cupmaat nou eigenlijk precies is. Het is de bedoeling dat vrouwen met het lint niet meer naar een speciale lingeriezaak hoeven. De 12-jarige Jorik Surewaard uit Breda, die de CITO-toets foutloos maakte, heeft nu wel een heel bijzonder aanbod gekregen. Ineke Peters, Tierolf, schenkt hem een deel van haar collectie fossielen en diamanten. Dat schrijft de BN De Stem. De 77-jarige Roosendaalse hoorde dat Jorik paleontoloog wilde worden en wil hem daarbij een handje helpen. Jorik zal nog wel wat jaren moeten studeren. Hij begint daarmee na de zomer op het Sint-Ulbert Gymnasium in Oosterhout. En stappers kunnen vanaf 16 april gebruik maken van de nachtbus van Tilburg naar Waalwijk. Dat lezen we op Omroep Brabant. De nightliners moeten voorkomen dat mensen die alcohol hebben gedronken achter het stuur kruipen. Deze nieuwe nightliner rijdt in de nacht van zaterdag op zondag van Tilburg Centrum via Tilburg Noord, Loon op Zand en Kaasheuvel naar Waalwijk. Het is een proef die 1 jaar gaat duren. Passagiers betalen €3 voor een retourrit. Als de bus maar niet zo vol komt te zitten. En dit waren de koppen van vandaag.
Je eigen animatiefilm maken, of toch liever zelf acteren. In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemers in Breda organiseerde HEA woensdag een leerzame middag voor zo'n 50 kinderen uit groep 8 van Brede School Geren Noord-Breda. De Nieuwe Veste was het toneel waar de kinderen een vermakelijke middag hadden. Ja. Lisa! Zeg maar nou eens! HEA wil kinderen die niet zoveel hebben een fijne, leerzame en onvergetelijke middag bezorgen door middel van workshops. En dat betekende meer lol dan in de schoolbanken zitten. Natuurlijk, helemaal. Wat moet je anders op school doen? Leren gewoon goed gelezen taal. Ik vind het beter dan op school zitten. Want op school, ja, je kijkt in boeken en misschien heb je wel talent voor acteren. En ja, daar moet je alleen maar lezen en rekenen en zo. Dat je goed luistert en goed kijkt naar je medespeler. Hij was heel kwaad op hem. Ga dan op maar eens aan toe. Hij zegt tegen mij, ui. Zeg dat! Nee, alleen ui. Vind je acteren leuk? Ja, dat is eigenlijk mijn hobby. Later zelf ook actrice willen worden? Ja, heel graag. En wil je dan liever in een film of liever in een televisieserie spelen? In allebei zou ik zijn. Maar liever in een film. Nee, ik heb al iets anders wat ik wil worden. Voetballer. Na de workshops gingen de kinderen naar het Chassé Theater om daar de kinderfilm De Sterkste Man van Nederland te bekijken. Waarmee de dag in stijl werd afgesloten. Ja, en tot zover alweer Brabant Vandaag van donderdag 24 maart. U kunt deze uitzending natuurlijk terugzien op onze site www.brabant10.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag. En dit zat er in Brabant Vandaag. Als ik uit school kom, dan gaan we wat eten, dan gaan we wat drinken. En daarna gaan we gelijk naar de speeltuin of naar het voetbalveld en zo.